Trots. Hartstikke trots. Zo'n mooi mens. Prachtige muziek, prachtige teksten. Ik vond het waanzinnig. Dat, we zijn al experimenteel waren we hier gekomen, zeg maar. Dus we waren helemaal blij verrast, hè? Zeker weten. Ja, echt waanzinnig. Het is de tweede keer dat ik de show gezien heb en ik vind het geweldig. Ja, dit was de vierde keer. Nee, dit was mijn 20ste. Ja, humoristisch, maar ook heel kwetsbaar. Ik vond het wel mooi. Ja, humor is echt fantastisch. Ja. En dan heb ik het nog niet eens over de muziek. Die is helemaal te gek. Ik had mijn hart begraven in een labyrinth van angst, waar ik verdwaalde. Ik zocht een nieuwe morgen, maar de weg erheen was lang, totdat ik jou zag staan. Omdat jij mijn uitweg bent, geef ik me aan je over. Je mag alles doen met mij. Yeah, we have a whole new tour coming up. Ja, gelukkig wel. Ja, daar kijken we ook allemaal heel erg naar uit. En we zijn ook heel blij dat we gewoon weer met hetzelfde team ook weer verder gaan werken. Ja, het is een fantastisch team. Heel, heel fijne mensen allemaal. Ik heb er heel veel zin in. Ik denk dat er een klein beetje dingen wel aangepast worden om het ook een beetje fris te houden, denk ik. Maar wat, dat weet ik niet. Dat moet je aan Babel vragen. Misschien 1-2 nieuwe dingen. Dus het moet wel dezelfde voorstelling zijn. Maar dat maakt het weer meteen spannend. Dat, oh ja, een paar nieuwe dingetjes erin. Een paar dingen eruit. Andere volgorde. Huppakee, daar gaan we. Ja, het is oktober. Oktober tot en met december. En dan is het gewoon echt achter elkaar door. Wat wel heel bijzonder is aan deze tour is dat de intensiteit van hoe wij spelen. We hebben gewoon de aantallen, we zijn heel klein begonnen, zien we gewoon verdubbelen. Dus mensen komen terug met hun buren. Nou, dan heb je toch iets losgemaakt en dan ben je op de goede weg. Verlies het gewoon.